Het ging in de zitting om de 18-jarige Jacob H. en Jan K. De mannen stonden terecht voor mishandeling en openlijke geweldpleging. Iets dat blijkt uit camerabeelden, getuigenverklaringen en verklaringen van de verdachte zelf. De rechter acht bewezen dat ze vooraf gepland hadden om de boa in het water te gooien. Jacob H. zou de duw hebben gegeven, Jan K. zou de boa naar de waterkant hebben gelokt. Beide zijn weggerend. Ze hebben niet omgekeken naar meneer. En getuigen van s***en hoort die jongens zeggen, wij hebben hem nooit te pakken. Jan K. lokte de boa naar de waterkant. Volgens de officier van justitie zou dat gebeurd zijn vanwege een smoes. Een smoes omdat zijn telefoon in het water zou liggen. Volgens Jan K. ligt zijn telefoon wel degelijk in het water en ligt hij er nog steeds. Volgens de daders was het een onbezonnen grap waarvan ze na afloop spijt hadden. Ze vroegen vrienden om na het incident naar de haven te gaan om te kijken hoe het met het slachtoffer was. Ook belden ze met de gemeente om te informeren. Dit zonder resultaat. Op de zitting kwamen excuses. Ik loop mijn excuses aanbieden van de spreker. Het is nu misschien te laat. Hij heeft mij goed gedaan. Dat waardeer ik. Oké. De rechter vond een taakstraf van 60 uur voldoende omdat iedereen genoeg geschrokken is. Maar de psychische schade bij het slachtoffer is groot. Daarom moet er ook een schadevergoeding worden betaald. In beide gevallen acht ik bewezen de mishandeling met voorbedachte raad in vereniging. De twee minderjarige verdachten moeten morgen voor de kinderrechten komen.